Begin 20e eeuw werd de katholieke stuit door de machtige monsieur Poels naar Heerlen gehaald. De bevolking groeide hier explosief door de opkomst van de mijnen. Om dat in goede banen te leiden, moest er gebouwd worden. Aanvankelijk werd hij natuurlijk vooral gehaald om die kolonies te bouwen, zoals we die noemen. Dat zijn dus wijken voor mijnwerkers waar ze een tuintje kregen, waar ze niet al te ver van de mijn goed konden wonen. Maar tegelijkertijd was er natuurlijk ook behoefte aan huisvesting voor beambten. Dus een iets hoger echelon, maar ook voor de mijndirecteuren. Je ziet in die periode heel veel villa's van mijndirecteuren die dan gesitueerd werden aan de belangrijke invalswegen. Dit was ook de straat van Maastricht naar Aken, dus op een belangrijke plek. En ook vaak een gevel die veel breder is dan hoog. En die karakteristieken die waren erin te zien. Ook hoe Clicenen die er een verwijzing geven naar klassieke bouwstijl zijn hier te zien. Architect Jan Stuit was ook stadsplanner. Naast de directeursvilla was allereerst plek voor chique huizen van het middenkader. De mijnwerkerswoningen kwamen op gepaste afstand, maar ze werden met net zoveel passie ontworpen. Ik zeg wel eens, als je naar deze woningen kijkt, dan zie je eigenlijk precies de details die ook in die villa's zitten, met de hoeklicenen en het versieren van de ingangspartij, dat zie je bij die arbeiderswoningen terug. Jan Stuit bouwde in Heerlen en omgeving zo'n 3000 huizen. Inmiddels wordt zijn werk door liefhebbers geroemd. Maar niet alles is veilig. In Hoensbroek loopt de wijk Slakhorst nog steeds gevaar om gesloopt te worden. En dat gebeurde al met meer huizen van Stuit. Nou ja, kijk, er is een derde ongeveer, verdwenen, gesloopt. Maar hij heeft mede de identiteit van de regio Heerlen, wat we tegenwoordig Parkstad noemen, bepaald door zijn gebouwen. Ik denk dat hij voor een deel best gerehabiliteerd mag worden.